De bouw van de Sint-Stevenskerk begon in 1254. In de eeuwen daarna werd aan de kerk verder gebouwd. Na 1591 stopte de bouw, waardoor de kerk onvoltooid bleef. In 1273 werd de kerk in naam van de bisschop van Keulen ingezegend door Albertus Magnus, een van de grootste geleerden van de middeleeuwen. Op een ereplaats midden in het koor staat de grafdommel van Catharina van Bourbon, hertogin van Gelre, die overleed in 1469. Zij liet een deel van haar kapitaal na om de Sint-Stevenskerk tot kapitoolkerk te verheffen. Bij het bombardement van februari 1944 werd de kerk zwaar beschadigd. De restauratie duurde 25 jaar. Nu wordt de Sint-Stevenskerk gebruikt voor godsdiensten, culturele voorstellingen, concerten en noem maar op.